Hij geeft de nummer 10 ook niet aan Modric, hè? En ook niet aan Toni Kroos. Nee, hij geeft de nummer 10 aan iemand die gedegradeerd is in Engeland, hè? Ja, bijna. En die in de laatste wedstrijden... Wel een goede voetballer. Ach, Johan, een goede voetballer. Natuurlijk, maar ik ken er wel honderden goede voetballers. Die ja? beter zijn... Wat? Hij is toch wel goed. Hij is gedegradeerd, ja, maar, man. Bijna. Maar voor de Nederlandse competitie? Ja, maar hij dacht je dat hij zijn stempel gedrukt had bij Southampton? Nee, is lastig. Ik zou je zeggen, ze zijn nog blij dat hij weg is ook. Nou, het is wel zo natuurlijk. Rot op, man. Een nummer... Ziyech is beter dan hem, hoor. Een nummer... Ja, dat geloof ik ook wel, maar... Neem een glaasje water. Nee, helemaal niet. Een nummer... Ik maak me kwaad. Ja, ja, dat zie ik. Nee, maar ik bedoel, hoe kan je nou een jongen zijn nummer afpakken? Nee, maar ik ben het redelijk met je eens. En een nummer 10, dat moet je verdienen. Ja. En hij heeft dat in zijn contract op laten nemen. Het is natuurlijk al redelijk ziekelijk om te zeggen... ik wil dit verdienen, ja, en ik wil nummer 10. Ja, als je gedegradeerd Want bent. Als je de beste bent, dan krijg je nummer 10. Hij is niet gedegradeerd. Oh, nee, bijna. Maar we gaan nu even op terugkomen in de laatste uitzending. Wat voor nummer heb jij? Ik had 1, hè? Nee, maar wat anders. Denk jij niet dat de relatie tussen Ziyech en die Ten Hag... Oh, die is er niet meer. ...volledig verstoord is daardoor? Maar ook Ziyech en Tadic. Ja, maar Ziyech dacht, Ten Hag gaat hier voorleggen. En die gaat zeggen, luister, dit gaat niet door. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus vanaf nu is voor Ziyech Ten Hag een enorme lul. Ja, dat is hij ook. We hebben 2 uur, dat weet je, René. Nee. De houtscherm. Maar dan heb ik... Als je de video nou leuk vindt, abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En mocht je hem niet leuk vinden, doe dat gewoon ook dan.